gaan zonder planning. Het is hier elke maand hetzelfde gedoe. Drink met dezelfde crew, maar voel me soms verre van goed. Ik heb geen zin meer in examens, geen zin om punten te moeten halen voor stage, geen zin in de dames. Ik maak een kans, ik na een kans, ik en de laatste haal ik dan. Ik wil een blijvende vakantie, want shit, die baal ik van. Ik wil geen ex meer tegen het lijf lopen, terwijl ik vrij besopen al mijn kansen blijven kloten. Ik hoef niet te horen hoe goed het met je gaat, en dat je nieuwe vriendje altijd zo goed met je praat. En hij doet nooit wagen en hij zoent zo graag. Hou maar op, ik krijg een nagevoel in mijn maag. Het is genoeg voor vandaag, dus mijn laatste kerstpin. Ik ga op weg naar het reisbureau en boek een last minute. Moet ik mijn woorden hard maken, een nieuwe start maken, deze stad verlaten, man heb op water. Of moet ik afmaken waar ik nu mee bezig ben? Misschien ben ik wel vreselijk verwend. En zei ik gewoon, mag ik blij zijn dat ik woon in een goed land met prima onderwijs hier op school en een leuk sociaal leven. Maar laat mij mijn commentaar geven, want soms baal ik even. Dit programma wordt onderbroken voor het laatste Nederlandse hiphopnieuws. Ik krijg net te horen dat we live overgaan naar Engel. Engel, versta je mij? Oké. Hier in Horen is het triest gestel me te zien. Gasten die hard bezig zijn, misschien tel ik het niet. De rest houdt het voor gezien, of heeft alleen een grote bek. Je bent geen MC, omdat je op feestjes bezopen rapt. Maar soms wil ik feedback op de beats en de raps. Ik hoor, hey Engel, niet slecht, alsof dat me iets zegt. Ik wil leren van vreselijk dope schrijvers, meestelijk flowende rijmers, maar de meesten komen zeiken. Misschien ben ik zelf wel de grootste zeiker, en moet ik rustig blijven, maar ik wil een hoop bereiken. En tot nu toe valt het tegen, op weg naar de top. Ik ben niet eens halve wegen, ik ben 22 jaar en ik woon nog steeds thuis. Gezellig met mijn vader en moeder in één huis. Hang het voor de beeld thuis, denk ik na over het leven en over het heden. En misschien moet ik overwegen om mijn woorden hard te maken, een nieuwe start te maken, deze stad te verlaten. Mam en pap laten, of moet ik afmaken waar ik nu mee bezig ben? Misschien ben ik wel vreselijk verwend. En zei ik gewoon, mag ik blij zijn dat ik woon in een goed land met prima onderwijs hier op school en een leuk sociaal leven. Maar laat mij mijn commentaar geven, want soms baal ik even.